De Algemene Bond Personeel Milieubeheer, ABPM, is bereid de acties bij het directoraat Openbaar Groen op te schorten. Een belangrijke voorwaarde is dat de punten waarover de bond en de regering overeenkomst hebben bereikt, op papier moeten staan. Zo kan alles weer naar de orde van de dag, zei bondsvoorzitter Hugo Blanker vanmorgen aan journalisten. We hebben vanmorgen met de leden gesproken, we hebben verslag gedaan. En de leden die zijn sympathiek. Ja, ze willen meegaan, maar ze willen natuurlijk datgene wat we met de mond gezegd hebben, dat willen ze zien, zwart op wit. En de afspraak was dat we het concept zouden krijgen. Wij zouden dan direct daarop reageren. In elk geval hebben we alvast, we hebben niet gewacht op dat concept. We hebben alvast de leden erop voorbereid dat als dat ding komt, dat we eigenlijk gaan naar een soort normalisatie. Blanker zegt verder dat in gesprekken met de leiding is besloten dat personen bij wie kledinggeld was stopgezet, dit weer zal worden uitbetaald. Mensen die pas in dienst zijn genomen voor aantreden van de nieuwe regering komen ook in aanmerking voor de kledingtoelage. Om 2:00 vanmiddag is er verder met de minister gesproken over personen die thuis zijn gezet. Bondman Michael Salons zegt dat er een goed gesprek met de minister zal worden gevoerd. Er zijn een aantal mensen bij de vorige regering in dienst genomen. Ja? En die hebben een jaar, soms iets langer. Ja? Iets korter. Maar de meeste hebben een jaar lang gewerkt zonder één dag geld gehad te hebben. Dus we hebben gesproken met de commissie. Onder leiding van minister Ramdien toch? Ja? En toen heeft hij dat verwezen naar de minister van Arbeid. Waarbij zij heeft gevraagd om alle beschikkingen. En dan ga ik samen zitten met de minister en kijken wat de adviezen gaan worden per persoon. Vandaag, ik heb alles al laten kopiëren, vandaag kreeg de minister van Arbeid zeker die stukken van me. En wat er nog zal komen vanuit die nog niet ingeleverd zijn bij de ABPM, zal ik ook aan de minister vragen om dat achteraf nog alsnog in te dienen. Salon zegt dat aan de hand van wat er verder wordt besproken, zal worden gekeken naar het verbeteren van de rechtspositie van de werknemers die in gebreken zijn gebleven. Met de advocaat zal worden nagegaan waarom het aangevraagde kortgeding zo lang op zich laat wachten.